een nieuwe video. Ik heb maandag een bestelling geplaatst bij de Albert Heijn om mijn boodschappen te laten verzorgen een keertje. Normaal gaan we eigenlijk of naar de winkel of naar een andere supermarkt. We wisten het een beetje af. Ik vind zelf de Albert Heijn een van de fijnste winkels, ook vanwege het grote assortiment. En ik dacht, ik laat het een keertje thuis verzorgen. En het is net geleverd, dus ik laat jullie zien wat ik allemaal gekocht heb. Zo zien alle boodschappen bij elkaar eruit. Ik laat ze zo nog even zien per stuk of klein gedeelte, zeg maar. Er zitten twee tasjes, een tasje met koelspullen, dus die ga ik straks als eerste doen, zodat het de koelkast in kan. En ik heb geen blauw kratje, want dat is een statiegeldkratje. En de bezorger die zei van, weet je wat, pak hem maar gelijk uit, dan kan ik hem weer meenemen, het scheelt jou weer 4 euro. Dus dankjewel Albert Heijn bezorger voor het meedenken. Maar ja, ik ga jullie even wat beter laten zien wat ik heb gekocht eigenlijk. Roy heeft geen idee dat ik dit heb gedaan, dus hij weet het helemaal niet. En ik dacht, ik wil dat toch wel een keertje proberen. Ik heb de plastic tas uitgepakt die hierin stond met koelspullen. Nou dacht ik dat dat alleen de koeltas was, maar in die tassen zitten ook nog koelspulletjes. Dus geen idee wat dan de logica is. Als eerste heb ik 3 zakjes voorgesneden appel gekocht. De groene, zoals ik in de vorige boodschappenvideo al zei. Sterre vindt dit lekker, gewone appel eet ze haast niet en dit weer wel. Dus ja, de kinderlogica soms, maar die 3 zakjes voor 2 euro. Een zak met bananen. Dit waren nog geen euro. Ik zal niet overal de prijzen van weten. Maar ik zeg straks wel het totaal. Dit doe ik door yoghurt, smoothie of met banaan-eipannenkoekjes. IJskoffie. Ik heb de Starbucks Skinny Latte. Hier zit geen suiker aan toegevoegd. Lactosevrij. En die vind ik heel erg lekker. Dus eigenlijk wilde ik er meer kopen, maar dacht eentje. En dan heb ik voor Roy de Douwe Egberts IJs Macchiato. Die vindt hij lekker. Die zullen vanavond al wel op zijn, denk ik. Zakje ijsbergsla voor bij de wraps. Champignons, ook voor bij wraps. Een stukje vlees, gewoon lekker. Ik maak dan zeg maar zelf kipswarmen. En dat doe ik dan dit bij. Bolletjes vanillevla, dit is voor Sterre en Roy. Aardappeltjes, krieltjes. Met barbecue, deze eten we vanavond. Van de Albert Heijn Basic merk, wat zijn het? Hollandse gehaktballetjes. Ja, dit is eigenlijk een beetje een Roy's in afdeling. Dit eet hij op vrijdagavond, zaterdagavond. Dan bij een biertje of zo vindt hij lekker om te snacken. Plakken kaas voor bij de croissantjes op zondagochtend. Bak druiven, heerlijk om te snacken. Deze vind ik heel erg lekker. Dit is kipfilet, pittig. Je hebt ook curry en nog eentje. Ze zijn wel wat duurder, dus 1,90 voor 100 gram. Maar ik vind dit echt super lekker. En ik weet dat de Lidl ook zoiets heeft. Maar ja, ik dacht nou, dat toch bij de Albert Heijn besteld doe ik dat. Een komkommer. Ja, ook gewoon lekker op de snack en op de wrap. Weet ik wat allemaal. Die is zo op. En een zak met overgroenten met spruitjes, pompoen en rode ui. Dit was in de bonus voor 2,45 euro ongeveer. En ik dacht, dat wil ik wel een keer gewoon proberen. Het is wel lekker. En een keer wat aan het volgende gedeelte. Ik heb 2 kilo Gieser, Gieser Wildeman. Ik noem het altijd gewoon stoofpeertjes. Nou, de naam zegt het al. Dit ga ik van het weekend klaarmaken. Lekker als avondeten of gewoon lekker als toetje. Ja, ik vind dit echt zo lekker. Sterre ook. Dus dit is zo op. Ik zat nog aan het twijfelen om nog een kilo te nemen. Maar dat wordt een beetje te gek voor ons tweeën. Maar heerlijk. 2 zakken bolletjes. Er was 1 halen, de andere de helft van de prijs. Of 25% korting, zoiets. Nou, die zijn ook zo op. Want Roy neemt dit mee naar zijn werk, Sterre naar school. Dus ja, dat. Een potje. Eigenlijk koop ik dit nooit. Maar omdat ik nou croissantjes had gekocht voor zondag, dacht ik, ja, ik vind kaas niet lekker. Dus een pot jam. Deze was ook maar 95 cent of zo. Dus wat mee. Gewoon aardbei. Tortilla wraps. Ik heb nog heel veel kipfilet gehakt en zo in de vriezer liggen. Dus sorry, dat was mijn mobiel. Ik zal zo het geluid uitzetten. Maar omdat ik dat nog allemaal heb liggen, ik dacht ik neem sla. Ik heb nog saus ervoor en zo. En dan groenten. Lekker wraps voor van het weekend. Niet te moeilijk. Dan heb ik een voorraadje kruiden gehaald. Kaneel voor over de appel. Paprika en knoflook. En deze zijn allemaal rond 1 euro per potje. Van Albert Heijn Basic. Ik heb echt niet heel veel kruiden. Alleen peperzout en volgens mij curry. Dus ik dacht, dan neem ik dat ook maar mee. Als dat gaat de voorraadkast in. Dan heb ik voor Vee 3 bakjes hondenvoer meegenomen. Van die iets grotere bakjes. Paté. Nou ja, niet heel boeiend. Maar zij moet ook gewoon lekker eten.
En dan twee verpakkingen, twee keer vier afpak. Croissantjes voor de zondagochtend. En dan alweer de laatste boodschapjes. Kneelstokjes voor bij de stoofpeertjes. Daar gebruik ik er twee van. En er zitten er best wel wat van in. Ik heb de andere keer een ander merkje. Die waren een stuk duurder. Deze waren volgens mij 2 euro. En er zitten er 6 stokjes in. Dus die kan ik 3 keer gebruiken. Een fles Hero Cassis Zero. Hier kook ik de stoofpeertjes in. Ik gebruik dus geen suiker. Ik maak het stoofpeertje hiermee klaar. Krijgen ze ook de rode kleur. Worden ze ook lekker zoet. Maar dan zonder suiker. Dus tipje. Mijn favoriete cola. Coca-Cola Zero. Ik had gisteren het al bij een andere aanbieding bij de supermarkt gehaald. Maar ik had dus ook hier nog een fles besteld. Dus ik kwam er even vooruit. De Albert Heijn Care scheermesjes. Nou, die heb ik ook al in een andere video laten zien. Dit zijn mijn favoriete wegwerp scheermesjes. Die gebruik ik eigenlijk altijd. Kippenbouillon blokjes. Ja, dit kom ik nog wel eens tekort. En dan denk ik, had ik maar die blokjes. Nou heb ik ze op voorraad. Melkchocolade hagelslag lijkt het lekker een groot pak. Of als we daar zin in hebben voor sterren mee naar school of rooi. Of gewoon lekker voor mezelf een beschuitje. Olijfolie in een klein flesje. Nou is dit relatief. Je kan natuurlijk ook zo'n grote fles nemen. Maar dat is een stuk goedkoper. Maar hier doe ik echt weken mee. Dus ik had zoiets van ja. Dan ga ik liever voor de 250 milliliter variant. En ja. Die was dan weer iets goedkoper. Qua verhoudingen is een grotere fles goedkoper. Maar ik heb nou echt even naar de prijs gekeken. En dan heb ik een quinoa pompoen dip salade. Ja, die had ik vorige week in Enschede gekocht als avondeten. En die vond ik echt super lekker. Dus ik dacht, neem ik ook hier mijn bestelling. Want bij onze Albert Heijn filialen, er zitten hier 3 in de buurt. Geen enkele heeft hem in het assortiment. Dus lang leven online bestellen. Deze kan ik morgen eten. En ik heb nog een lunch salade. Of avondeten, ja lunch. Avondeten is net te weinig voor, denk ik. Moeten we even kijken. Een witte kaassalade. Deze ken ik nog niet, maar hij zag er zo lekker uit. Online. Dat ik dacht, ja, die ga ik ook proberen. En dan heb ik nog jong belegen goudse kaas 30 plus. Ja, voor over de wraps. En als we pasta eten of zo, dan ja, een klein zakje ook. Dus dat komt ook wel weer op. Dan zat er ook nog iets gratis bij, namelijk een optimaal drinkyoghurt framboos. Een verpakking van 250 milliliter. Deze mag Sterren straks drinken. Toch leuk dat je bij je bestelling dan ook wat gratis krijgt om iets te proberen. Dus dit ken ik al. Maar ja, hartstikke leuk dat dat erbij zit. Nou, zeg maar mijn oordeel over dit. Want oordeel, hoe noem je dat? Mijn mening erover. Dit is natuurlijk de eerste keer, dus ik kan er nog helemaal geen mening over hebben. Maar het bestellen ging super makkelijk. Dat sowieso, want je zit gewoon achter je laptop of mobiel. En dan elke keer als je dat ziet, dan voeg je toe. Ben je wat vergeten, kun je het nog steeds tot de avond ervoor 12 uur 's nachts aan toevoegen. Dus voor mensen die zo chaotisch zijn als mij, is dat echt heel erg handig. Dan, je krijgt een uurtje van tevoren een sms'je dat ze eraan komen. Dus dat is ook netjes. De bezorger was hartstikke vriendelijk. Die dacht mee. Die had ook zoiets van, ik neem de krat weer mee. Het scheelt jou weer 4 euro. En ja, en ik kon gewoon pinnen. Dus dat was allemaal positief. En wat moest ik betalen? Ik moest betalen 59,13 euro. Nou, echt. Mijn koelkast ligt vol. Dus ik vind dat nog eigenlijk wel heel erg mee. Dan moet ik natuurlijk wel zeggen dat dit niet onze standaard weekboodschappen zijn. Ik heb de hele vriezer nog vol liggen. Met vlees, vis, vegetarische producten. Dus het is niet de standaard weekboodschappen. Want dat doen we eigenlijk altijd op zaterdag. Maar ik wilde dit zo graag een keer proberen. Dat ik gewoon extra boodschappen heb gehaald. Aanvulling. En ook nieuwe gerechten. Waarvan ik dacht, nou dan eten we dat van het weekend. Of ik gooi het in de vriezer en eten we dat volgende week. Dus ja, ik ben er heel erg tevreden mee. Voor de hoeveelheid wat ik heb. Groente, fruit ook. Vind ik 59 euro echt niet duur. Dus dat is ook wel fijn. En als je dus bestelt, want dat heb ik nou ook gedaan op woensdag of donderdag. Dan heb je geen bestelkosten van 7, 8 euro. Maar dan zijn de bestelkosten 2,50 euro. Dus ja, weet je. Ik had verwacht dat vandaag zou gaan sneeuwen en zo. Het is hartstikke mooi zondag weer. Dus ik had de boodschap ook zelf kunnen halen. Maar ik dacht, dat hoef ik niet uit. En ja, ik vind het helemaal een geweldige oplossing. Dus ik ben bang dat ik dit eigenlijk wel vaker ga doen. Nou, bang. Ja, ik denk wel dat ik dit vaker ga doen. Mocht je zelf ook ervaring hebben met Albert Heijn bezorgdienst van de boodschappen of andere supermarkten, laat het dan even jong onder weten. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar jullie ervaringen. En of
jullie nog tips hebben, dat natuurlijk ook. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet gratis te abonneren op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg allemaal!